Meneer Van Leeuw, meneer Van Leeuwen, afgelopen dagen heeft de, de, de uitstoot bij de raffinaderij Isla en een, weer een record laten zien. Wat is er precies uitgestoten? Uh, zoals altijd, fijnstof, zwaveldioxide, zware metalen. Dat weten we. Mm -hmm. En uh, wat gemeten wordt, uh, dat kunnen we dus zien op, op de website van de overheid, luchtmetingen.curacao.org. Daar zien we nu afgelopen week een record aan zwaveldioxide en een record aan fijnstof. Want het is niet smok die het meet, het is de, de, de officiële metingen van de overheid van Curaçao die dat laat zien. Kan dat zomaar? Nou ja, wij kijken naar die metingen. En uh, ik heb begrepen dat de overheid uh, er niet naar kijkt. Want je hebt een vergunning afgegeven waarin staat wat de islam mag doen. En je hebt metingen om te kijken of ze zich eraan houden. En ja, wij komen steeds aan met uh, dit zit er in de lucht, want we kijken op uw website. Minister Whiteman, in dit geval van Volksgezondheid, wat gaat u daarmee doen? Uh, niets. Wat zijn de gevolgen van deze uitstoot? Ernstig. Uh, fijn stof en zwaveldioxide bij elkaar. met de ook nog eens meegegaane uh, zware metalen die daarin zitten. die veroorzaken in eerste instantie prikkeling van de neus, prikkeling van de ogen. Uiteindelijk komen die fijne deeltjes in je bloed terecht. kunnen een hartaanval veroorzaken. kunnen longkanker veroorzaken. En met name op dit soort dagen, want die enorme pieken. is bekend dat er meer ziekenhuisopnames zijn. en met name ook. Hartaanval en dergelijke uh, gebeurt vaak op dit soort dagen. Het is echt ernstig. Dus het is misschien wel ernstiger dan alle aandacht die we voor Chikungunya hebben. Hier zou ook meer aandacht voor moeten zijn. Ik ben uh, blij dat er aandacht is voor de Chikungunya, maar ik verbaas me er bijzonder over dat er uh, geen enkele aandacht nog steeds niet is voor de huidige vervuiling van deze raffinaderij, die veel ernstiger gevolgen heeft dan de Chikungunya uiteindelijk. U zegt de huidige. Is, er, is, er, is, er, is het minder aan het worden? Is het meer aan het worden als je kijkt naar de afgelopen jaren? Uh, een grafiekje laat dat precies zien, kun je op onze Facebook-site vinden. Uh, de uitstoot is sinds vier jaar verviervoudigd uh, ongeveer. Althans, de metingen in de lucht zijn uh, dermate ernstig. Die overschrijden niet alleen de vergunning, maar vooral ook de gezondheidsnormen. Om het niet idee te hebben: de WHO zegt zwaveldioxide niet meer dan 20, hè, daar moet je aan houden. Uh, zwaveldioxide in 2011 was nog iets rond de 60, 70, nog onder de vergunning van 80. Vorig jaar was het 156, tweekens, de vergunning. overheid doet er niets mee, er wordt niet gehandhaafd. Dit jaar gaan we naar de 170, 180. Ja, dat geeft wel aan dat er iets ernstig structureel mis is bij deze raffinaderij. Het is geen incident. En dat zegt de raffinader, wij, raffinaderij, zegt dat wel. Hè? Er waren wat uh, problemen, die zijn inmiddels opgelost. Ik begrijp dat de woordvoerder, meneer Gijsbert, heeft gezegd dat er wat verbrand moest worden. Ja, als je dat goed doet, als je dat netjes doet, dan komt er niet zoveel van deze troep in de lucht. Maar uh, iedereen kan het zien. Uh, zwarte walmen, dat betekent dat de onvoldoende zuurstof uh, bij de verbranding wordt bijgevoegd, bij via stoom. Uh, er gaat zoveel mis uh, dat het geen incident inderdaad is. De, het incident nu is dat boven de 900 microgram per kubieke meter komt, zowel fijnstof als zwaveldioxide. Dat zijn waardes, daar moet je zich voorstellen, die komen in Beijing voor. Beijing, waar iedereen met mondkapjes op loopt. Dat soort waarden praten we hier over. Maar het blijft toch ongelooflijk dat u het ziet. Het staat op de website van de overheid. U... Minister Whiteman zou degene zijn die hierop moet reageren. Maar u hoort niks of wij horen niks. Wij benaderen uiteraard uh, via brieven uh, de Milieudienst in eerste instantie. Uh, ja, daar zijn we niet meer welkom, heb ik begrepen. Uh, minister Whiteman schrijven aan. Uh, we krijgen nooit reactie. En uh, om een ander voorbeeld toch ook te geven. Uh, onder de rook uh, zijn we de laatste maanden, een jaar misschien inmiddels alweer, uh, getroffen door een enorme groene aanslag. Mm -hmm. Mensen maakten zich zorgen. Ze hebben ingebeld in het programma. Uh, de minister is wezen kijken. Er uh, is een onderzoek gedaan. Uh, dat rapport is in juli, meen ik, verschenen. Um, wij weten wat er in de groene stof zit. Er zit ook vanadium in, een zwaar metaal. Er zit zwavel in. Dat is niet alleen slecht voor de huizen, dat is ook slecht voor je gezondheid. Dus als minister van Volksgezondheid, of in dit geval het departement, of wie het ook is... Die hoort zich daar natuurlijk over te buigen en zo snel mogelijk met informatie naar buiten te komen wat het is, wat er aan gedaan kan worden, wat de gevolgen zijn en hoe het voorkomen gaat worden. Um, het ligt nog steeds in de laders van, van de minister. Het komt niet naar buiten. En we hebben dat aangekaart, ook statenleden aangeschreven, van hoe kan het dat een dergelijke ernstige situatie onder de rook, en het is niet alleen vandaag, het is al jaren, maar nu dan met groene stof, met extreem hoeveelheden fijnstof, extreem hoeveelheden zwaveldioxide, enorme stank, Mensen onder de onder rook leven in erbarmelijke omstandigheden. En je komt niet met een rapport naar buiten, uh, Julianendorp zouden de luchtmetingen worden verricht, wordt niet gedaan. Wat meer dan aan het doen. Terwijl als chikungunya verschijnt, wat ernstig is, hè, daar kun je ziek van worden. Als je geluk hebt een weekje, als je pech hebt een paar weken, misschien wel twee of drie maanden. Maar deze verontreiniging die je hier in de lucht zit, die veroorzaakt aandoeningen die niet meer goed komen. Die zijn uh, gewoon dodelijk. Die kunnen dodelijk zijn: longkanker, hartaanval. Dat soort zaken komt uh, absoluut meer voor onder ook. En ook dat is in de bureaus van deze minister aanwezig. Uh, eigen rapport uit 2005 al toont aan dat uh, het aantal longaandoeningen en het aantal doden, vroegtijdig dood door de uitstoot van de raffinaderij, ja, 18 tenminste per jaar is. Nou, met deze hoeveelheden durven wij zonder meer te beweren dat het er meer zijn. En daarom moeten ze gewoon aan de regels houden. Isla heeft een vergunning. En als je die. Uh, Afgeeft, dan hoor je hem te handhaven. En de islam geeft zelf al aan, ja, we verbranden wat. En als er een auto voorbij rijdt, las ik ook, ja, dan, dan ruik je ook wel eens dat ja, een auto moet een rijbewijs hebben. En als die dan een ongeluk veroorzaakt, dan kun je zien dat je achter de tralies uh, kunt verdwijnen. De Islam mag alles doen. En onder deze minister, meer dan ooit tevoren, is de Islam miljoenen aan het sponsoren. Hè? Aan, aan, aan stranden, aan, het was, het was aan busjes. Maar miljoenen. Investeer in een installatie, zodat dit soort excessen voorkomen kan worden. Dat zien wij nergens terug. Dank u. Het is dan nog meer?